Theemswegtracé is een spoorviaduct van 4 kilometer lang die we aanleggen. En eigenlijk is het een bypass op de huidige havenspoorlijn met als doel om de Kallandbrug te vermijden. Op dit moment loopt de havenspoorlijn over de Kallandbrug. En dat betekent een knelpunt zowel voor de scheepvaart als voor het treinverkeer telkens de brug omhoog gaat. Dus met de nieuwe verbinding wordt eigenlijk de Kallandbrug ontzien en hoeft het spoorverkeer niet meer te wachten voor de brug. De brug is 176 meter lang. Hij weegt 4.500 ton, 30 meter hoog. En ja, het is compleet staal. Er komt zo meteen een betonnen dekkant er nog in met ballast, waardoor je ook geluidsarm is. Technisch is het zo dat de brug die hebben we donderdag opgetild. Dus hij is voorgebouwd naast de sluis en hebben we hem eerst 6 meter opgetild. Zodanig dat we hem op hoogte kunnen inrijden en op zijn steunpunten kunnen zetten. Gisteren hebben we dan de transportwagens eronder gezet, de SPMT's zoals we dat heten. En het bijzondere is dat we hier bij de transport van de brug de sluis moeten oversteken. En dat is natuurlijk niet evident. Dus daarvoor hebben we een ponton in de sluis gelegd met een hulpconstructie erop. En op dit moment zijn we bezig met de brug over het ponton heen naar de overzijde te rijden. Er ligt eigenlijk gewoon een brug overheen. En wij moeten constant met water een klein beetje sturen. Net als je op een bootje stapt, hè, dan gaat hij een beetje scheef. Hè? Nou, als je erop rijdt, dat ding is natuurlijk 4.500 ton. Dan gaat hij heel erg scheef. Dus we moeten met water in het ponton moeten we elke keer een klein beetje in evenwicht brengen. En dat gaat in hele kleine stapjes. Dat kan niet snel, dat duurt heel lang. Maar op zich gaat het goed. Dat zijn de dingen waar je als kind van droomt en waar iedereen in de bouwwereld hier toch een beetje warm van wordt. Dit zijn de mooie beelden, het mooie materieel. En dat zijn toch de momenten waar je met z'n allen naar uitkijkt.